Heb je een leuke stelling? De Hot Coffee Show. Kijk. Oh, welkom in 2017. Ja. Welkom bij de eerste Hot Coffee Show van het jaar, toch? Ja. Dus heb ik dat goed? Dat heb je goed. Dat heb ik goed! Hij komt namelijk op 5 januari live. Dus ik mag nog net zeggen, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, beste wensen voor jullie allemaal. We hopen dat het gezegend, gezond en gelukkig jaar wordt voor jullie. Met veel koffie en veel games. En veel games vooral. En daar gaan we het over hebben, want ik weet niet meer wie... Hoe was je oud en nieuw? Rustig, niet veel. Ik was dronken, dus het was goed. Ik was ook heel dronken. Nice! Hebben jullie dat gezien op de vlog? Een V6 jaar qua Gamersnet. En zonder jullie is er geen Gamersnet. Dus sorry dat het licht een beetje slecht is. En dat ze net gestopt zijn hierachter met vuurwerk. Ja, dat was heel duidelijk. Ja, ik was best wel beschonken. Ja, er is geen woord goed uitgekomen. Iedereen had zoiets van, volgens mij, hij probeert het. Gelukkig ja. Nieuwjaar. Jij ja. Ook, Peter, denk Gekke ik. Gekke Polen die ons werk overnemen. Ja. Sprak geen woord Nederlands. Okay. Ik snap hem, ja. En er is een nieuw schermpje hierachter met e-sports. We hebben nu heel veel e-sports hier. Ja. Ik word er gek van. En gewoon andere streams. Gewoon. En andere streams, ja. Dit is een soort CNN headquarters geworden nu hier. Ja, omdat we e-sports op hebben staan. Ja, maar is het dan CNN? Voor ons. Nee, ik was een keer bij CNN en inderdaad, ze hadden allemaal van die kleine schermpjes overal met ja, e-sports erop. Dat snap ja. Ik. Ja, dat zo gaan die dingen. In de Hot Coffee Show doen we elke donderdag en dan doen we elke donderdag een stelling behandelen van jullie. Dus laat vooral een stelling achter, kunnen wij verder. Het volk spreekt. Het volk spreekt en ik weet niet meer wie die stelling heeft gedropt. Dat ga ik nog even opzoeken en het is weken geleden, maar op een gegeven moment zei iemand, dat was heel intelligent, vond ik, 2017 wordt het jaar van Nintendo. Ja. En dan vond ik toch, omdat we net begonnen zijn met het nieuwe jaar, vond ik dat toch een mooi... Ja, dingen lekker relevant, actueel. Ja. Want 13 januari aanstaande wordt de Switch gereveeld. En Tom en ik hebben misschien daar ook iets mee van doen. Ik ben even op ja, wij revealen hem. Ja. Een doekje. We zijn on stage, weet je wel, straks. Dus dat, ja, thank you very much. Yeah. Hello, Tom Peter from the Hot Coffee Show. Bedankt voor die bloemen. Ja. En 2007 wordt het jaar van Nintendo, want er gaat wel wat gebeuren. Ja. Ja, de Switch wordt gereveeld. En uitgebracht. Waarschijnlijk. Ja. Ja, is wel hoogst aannemelijk dat die dit jaar wel komt, toch? Wat doet de Switch met jou? Ergens benieuwd, ergens klein beetje cringe. Omdat ik vond de trailer en de manier waarop het aangekondigd werd, vond ik een beetje moi. Oh, ik vond de trailer echt het toppunt van het jaar. Van 2016 ongeveer. Nee, oké, niet dat ik overdrijf. Ik vond de trailer alles, deed alles... Oké, waarom vond je het cringe? Dan ga ik het willen. Omdat het van die typische... Oh, van die typische beelden zijn. Van, wow, alles is... Elke etniciteit is vertegenwoordigd hier in deze video. En, oh wow, we zijn allemaal hippe millennials in San Francisco. En, oh, hier is een feestje op een dak. Laten we zwaaien naar die persoon met de ja, Switch. Was... Oh, die komt wel snel even zijn Switch brengen, want het ding is mobiel. Wauw, hier nu is het feestje pas echt gemaakt. Ja, hoe kunnen we nou meedoen? En, oh, hij klapt uit. Ja, en dan ben jij naar mij aan het wijzen. Maar weet je, als jij ik een hipse millennial. Ja, ik ben een hipse millennial omdat ik een petje heb. Maar als ik een feestje zie op een ander dak, dan denk ik, goed dat ik hier thuis binnen zit, afgesloten, in mijn eentje. En die Switch, die blijft lekker daar staan en ik ga lekker Zelda spelen op dat ding. Weet je, dat is niet... Daarom vond ik die trailer een beetje cringe. Dat is zo, wow, deze hippe basketballers kunnen ook samen spelen. Oké. Waarom ik die trailer heel fijn, want je hebt helemaal gelijk met de trailer. En het was heel multicultureel. En heel... Oh wauw, er is één Aziat, er is één donkere kerel, er is één lesbienne. Er is... Het was zo typisch zo. Oh, lesbienne bewijs dan. Maar nee, het was zo dat ik vond het een hele fijne trailer. Want de trailer gaat weg van wat Nintendo de afgelopen jaren was. Heel erg. Het gaat heel erg weg van dat huismoedertje, kinderen. En het gaat juist heel erg naar meer onze doelgroep. Er werd heel veel e-sports ingetoond. De leeftijdscategorie van de mensen in de trailer waren onze leeftijdscategorie, tussen jouw leeftijdscategorie en mijn leeftijdscategorie. En dat betekent dat het hele idee achter de Switch 180% anders is dan het idee achter de Wii en de Wii U, wat echt op kinderen en grootmoeders is gemaakt. De Wii U probeerde ook al wat volwassenen dingen te brengen. En plus de e-sport die ze laten zien is dan Splatoon. Dit is echt een fucking vette e-sport game. Dat die te weinig gespeeld is, oké, dat snap ik, omdat het te weinig Wii U zijn. Ja, maar jij zegt van, het gaat weg van het kiddie imago. Welke e-sports gaan we spelen? Splatoon. Maar Splatoon is vet, en Smash Bros. Is ook vet, dat weten we ook allemaal. Snap maar wat ik bedoel, ik denk dat 2017, ik weet niet of het jaar van Nintendo wordt. Nee. Maar op twee vlakken kan het wel echt een groot verschil gaan maken. Die Switch kan een fantastisch apparaat worden. Oh, laten we eerlijk zijn. De Switch kan zeker een fantastisch apparaat. Het is wat de Wii U moest zijn. Je neemt hem mee overal naartoe. Ik kan hier gamen met mijn console staat thuis. De Wii U strandde daar een beetje in. Ja. Want het had zoiets van, je controller is een tablet, maar kun je ermee aan de haal? Nee, maar je
je kunt wel op je toilet nog niet verspeed spelen. Nee, zelfs dat kan niet. Dat heb ik geprobeerd. Zelfs dan lukt het niet. Ja, maar dus dat strandde heel erg tussen schip en wal. En nu heb je... hebben ze wel... Ja, mooi. Meer metaforen en zo. En meer spreekwoorden en zo. Maar nee, ik weet niet. Ik had met de Wii U inderdaad... was net niet. En nu gaan ze daar misschien wel meer op inspelen. En zeker, de Switch kan een fantastisch apparaat worden. Maar het gaat zo niet het jaar van Nintendo worden. Nou, en de tweede reden waarom ik denk dat wel de Nintendo jaar zou kunnen worden... In ieder geval qua manies, is de... Ze hebben de apps ontdekt. Ik heb inmiddels een uur of 40 in Mario Run. Waarvoor excuses, maar ik vind het zo ja, maar kijk, het feit dat jij hem al moet excuseren daarvoor... wil al zeggen dat, tuurlijk, voor de monies zullen die apps het heel goed doen voor Nintendo. Maar dat voor de echte hardcore gamer... I don't know, die heeft wel een klap ontvangen met Pokémon Go. En misschien Super Mario Run ook wel een beetje. Wat een klap. Mario, Pokémon Go vond iedereen fantastisch. Ja, 2 weken en daarna had iedereen... Dat is niet waar. Die game wordt nog steeds meer gespeeld dan bijna elke andere willekeurige app. Alleen het is nu een derde van wat het was bij launch. Maar dat kwam ook omdat het 3 keer zoveel was als normaal. I don't know. Ik vond het een beetje overhyped aanvoelen. En toen uiteindelijk... I don't know. Run is trouwens echt super vet. Run is niet overhyped. Ik vind Run niet overhyped. Run was inderdaad... Nee, maar daar was ook niet zo heel veel om te doen van tevoren. Nee, terwijl Pokémon Go had iedereen zoiets van... Ja, maar ik denk wel dat ze heel veel geld verdienen met Run. Oh ja, absoluut. Ze zullen zeker wel wat money maken. Maar voor... Ik voel... Als ik naar Super Mario Run en Pokémon Go kijk, denk ik niet van... Nou, Nintendo, die gaat mij echt terugwinnen. Ik denk dat jij weer dat soort apps gaat kopen op je mobiel. Ja, je hebt een Windows Phone, dus jij bent sowieso niet... Nee, maar ik ben sowieso niet van de apps en van de mobiele games. Ja, ik vind 3DS games... Omdat je een Windows Phone hebt. Als ik jou een iPhone zou geven, dan zou er een wereld voor je open gaan. Want dan heb je opeens dingen die kunnen en... Wow, dat is een soort interactie en zo. Nee, en ik druk ergens op en het reageert direct. Wanneer? Ik heb consoles. Ik heb gewoon bereik. Ja, dat zou echt revolutionair zijn. Ja, voor Windows. Maar nee, ik ben gewoon helemaal niet van de apps. Ik vind de apps gewoon... I don't know. Ik vind het altijd van die halve producten maar. Ik vind dat we Nintendo in 2017 over de kans moeten geven om zich te bewijzen met de Switch. Ja, zeker. Ik geef Nintendo zeker een kans. Maar nee, het wordt niet het jaar van Nintendo. Ik hoop het. Ik gun het ze. En Nintendo komt altijd terug. Dat wel. En The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ik heb de game inmiddels 3 keer gespeeld. Geloof het of niet, echt zo. En het is echt Skyrim meets Zelda. Ook op Zelda front gaan dan ze meer. Dan moeten ze niet een trailer maken waarin ze de Elder Scrolls 4 Skyrim, 5 Skyrim laten zien. En dan uiteindelijk later zeggen, we weten trouwens niet of die gaat draaien op de Switch. Want dat is ook wel gewoon. Ja, dat was niet heel... Maar die gaat echt wel draaien op de Switch. Ja, I don't know. Maar dan ik weet niet of ze hem gaan uitgeven op de Switch. Ja. Maar hij kan sowieso qua power zal die heus wel kunnen draaien. Ja, ik bedoel, die game draait echt op een aardappel nog. Dus dat moet zeker kunnen. Maar... Jongens, bedankt voor de reacties vorige week. Ik hoop dat ik heb opgezocht en gevonden wie je was die deze stelling dropte. Of misschien heb ik het wel gewoon in mijn hoofd. Misschien kijken we via YouTube. Want het misschien hoor je wel gewoon stemmen. Misschien hoor ik stemmen, dat kan ook. Ik weet niet wie het zei. Oh ja, jij was het rode ring. Moet ik ze allemaal vermoorden? Oké. Okay. Wie. Anywho, tot volgende week. Laat de stelling achter. Dankjewel Tom dat je er was. Thanks for having me. Laat even de stelling achter hieronder waar we het over moeten hebben. En denk aan, denk aan de actualiteit. Resident Evil komt eraan. Is daar misschien een leuke stelling? Ik weet het niet. Nee, jawel. Kan best. Oh nee, misschien iets met VR, omdat natuurlijk... Of iets met VR. Doe je best, jongens. Ja, maar ik bedoel dat in Resident Evil... Ja, weet ik. Ja, okay, ja. Die heb ik in VR gespeeld. Fucking eng. Alright. Tot volgende week. Dat zit mijn haar mis. Oh ja, het zat zo goed. Fuck off. Oh fuck, e-sports. Oh, wat is het eigenlijk voor game? Het is niet eens een e-sport. Het is gewoon... Dit is de Prison Architect, of niet? Prison Architect. Leuk, zouden we ze review van moeten maken? Nee. Te veel pixels. Oh, gesponsord door G2A. Blur.